De herdenking van 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname moet voor jongeren een reflectiemoment zijn. Een baken van zekerheid voor de toekomst. Echter rijst de vraag in hoeverre hieraan invulling wordt gegeven. Voor elke jonge Surinamer blijft het van essentieel belang om actief bij te dragen aan de opbouw van Suriname en daar trots op te zijn. Virgie Miles, jongerenlid van Stibula, deelt zijn perspectief over het onderwerp jongeren en de onafhankelijkheid. Miles benadrukt dat elke jonge burger de mogelijkheid heeft om betekenis te geven aan dit moment door voortdurend te werken aan een blijvende profilering binnen de Surinaamse samenleving. Ik denk dat jongeren actief kunnen bijdragen als ze rolmodellen hebben. Een rolmodel kan zijn iemand die integer leiderschap voert. Ik denk dat we een Surinaams ding hebben. We kijken vaak op naar anderen, maar ik denk dat daar een beetje gebrek nu aan is. Dus als jongeren meer rolmodellen hebben, dan denk ik dat ze weten waar ze naartoe gaan. Ik denk dat die rolmodellen dan ze ook kunnen bemoedigen om steeds verder te gaan. Ze te helpen hun stem te ontdekken en die verder te ontwikkelen. En erop uit te gaan. Weet je, er zelf op uit te gaan. Hier in Suriname hebben we soms de mentaliteit om te blijven wachten. Afwachtende houding aan te nemen dat alles naar ons toe gaat komen. Ik hoop dat die, of ik, het zou super zijn als jongeren rolmodellen hadden. Voldoende rolmodellen hadden om naar op te kijken. En ze eigenlijk te helpen om die stem die ze hebben eruit te halen. En die ook te gaan ontwikkelen. Zich erbij te betrekken. En hun betrokkenheid effectief te maken. Miles besluit met de hoop op een toekomst waar jongeren actiever een rol spelen in het tot ontwikkeling helpen brengen van ons land. Meer hierover morgen in ons programma in gesprek met Via 12.1 om 9 uur.